Doei doei. Dus ze zijn best goed. Ze maken wel een hoop herrie. En die hebben het warm, want het is echt 35 graden. Ze zijn midden in de zon met zo'n dik pak aan. Arme jongens. Hoe heb je eigenlijk de supermiddag gedaan? Uitzicht vanuit de Capitol Hill. Ja. Heel eind verderop. Ja, waar die pilaar staat, heeft die naam Rupending? Nee, oh. Niet vast wel. Als je daar naar rechts gaat, daar zit het Witte Huis. Ze komen zo meteen uit. Het is wel zo dat de inauguratie van de nieuwe president wordt daar gedaan. Nou, hier zijn we dan bij het grote Witte Huis. Het is een ontzettend klein optrekkie. In Amersfoortse Berg zou het zeker niet meer staan. Tikkeltje overdreven, maar echt reuze groot is het niet. We zijn net een gigantische berg met politiemensen gereden, want er is een demonstratie hier tegen seksisten, nazi's, racisten, weet ik veel wat allemaal. Dus we zijn ze heel vrolijk een beetje aan het demonstreren. Dus eigenlijk valt dit een beetje niet. Het Witte Huis aan het achterkant. Triomfantelijk muziekje erbij. Er wordt wat gebouwd, dus dat is niet zo mooi. Your welcome comes right from the president's home. Nou, even kijken of die beste jongen aankomt. United States Marine Band. The White House welcomes you with one of the finest views in Washington. From the White House and its grounds, you have only to glance across the street to see the Washington Monument. Further on, in a direct line from the White House, lies the classical beauty of the Jefferson Memorial. This superb vista is a far cry from the Potomac mud flats and swamps that were here when the White House cornered. Dat is niet film, dan gaat hij niet aan, hè? Hallo, ga je aan? Nee. Goedemorgen. Ik ben Ruben en ik ben een beetje wakker. Ik ben wakker. Ben wakker. Oké. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Het is 6:00 in de ochtend. Want we zitten hier in een heel mooi park. Het ligt aan de grens van Pennsylvania en New Jersey. Het is niet echt plaats in de buurt, dus we kunnen niet vies zeggen waar we zijn. Heel erg mooi, het is natuurlijk ongelooflijk mooi. Wat is dat voor een ding? Hier is gewoon een wolk. En het is een heel rustig park, maar echt heel weinig mensen staan. Gigantische plaatsen. En we mogen helaas geen vuur meer maken, want het is hier te droog in deze gebieden. Dus dat is jammer, zelfs geen kolenvuurtje met briketten of zo. Alleen, ze hebben hier dus ontzettend veel wild leven. Overal staan ook bordjes dat je de beren niet mag voeren, want dan worden ze te tam en dan moeten ze afgeschoten worden, omdat ze anders eventueel mensen kunnen aanvallen. En het is een hele mooie rivier hebben we hier. Onze plekje zit hier naar rechts. En dat loopt ze heel snel omhoog. Dan daarachter zit onze plek. Dus we hebben ons eigen paadje naar de rivier. Hele lekkere rivier. Hebben we al een gezongen en er van alles in gedaan. Alleen we gingen dus om 6:00 gingen we opstaan. Dat is wel onze schemering. Om eventueel een beer te zien, of anders een hert, of een buizerd die aan het jagen was. Van mijn part bevers hebben ze hier ook van alles. Misschien zelfs een konijntje, maar niks. Niks. We hebben zelfs geen last meer van muggen gehad. Het is echt allemaal weg. Het enige wildleven wat hier zit, loopt daar.
Wel die zwabber met die pet is niet helemaal soepel. Dus kijk een beetje chagrijnig zo, helemaal veel neus, want we hebben hier 20 minuten gezeten. Maar geen kleine roep te zien. Dikke drie dus. Eigenlijk willen we de zon zien opkomen, ja dat duurt ook weer 2 uur. Dus dat doen we ook maar niet. Doei doei. Ernst, mm-hmm. Waarom zit je onder die trui? Weet het niet. Waarom weet je dat niet? Omdat ik het niet weet. Wat weet je dan niet? Wanneer we teruggaan naar leven. Waarom dan? Omdat we niet teruggaan. En oma Ruben, wat eten wij vandaag? We eten macaroni en groenten en ergens vage zout die in het pakje zit. Maar... Heb je dat pak nou gelezen voordat je het openscheurde? Ja. Hoe kan dit dan gebeuren? Omdat ik het wist dat het zou gebeuren. Hamburgers en... macaroni. Dat is geen macaroni. Nou, even kijken hoor. We willen een roerspaan hebben. Het is wat donker, maar oma... Ernst heeft 6 potjes gehad. We kunnen het niet echt zien, maar die besloot hier maar even bovenop de bus te gaan bivakeren. We zitten hier in een berenbos, waar Alina eigenlijk is zit. Is het berenbos. Want er zitten hier ontzettend veel beren. En er staat hier een straf van $2000 op het voeren van beren, want dan worden ze tam. En opnieuw worden ze zo tam dat ze altijd hier in het park blijven rondhangen. En als ze er een keertje schrikken of ergens bang voor worden, dan vallen ze een keer mensen aan. Dus mogen ze pertinent niet voeren, want dan worden ze te tam en dan moeten ze opnieuw worden afgeschoten, omdat ze dan weer gevaarlijk worden. Dus Ernst denkt... Ik wel op dat eten. Oh. Help! Een beer! En we hebben dus heel blij gisteren in het bos een beer zitten nadoen, terwijl Ruben terugkwam van zijn, kleifaciliteiten. We gaan toch niet bang worden van een beer, hè? Ja, wij staan een keihard grom in dat bos en die Ruben... Dat is echt zo van grom. Ja, daar word je dus echt niet... Die jongen was gewoon zo ontzettend dom dat hij zelf niet besefte dat het eventueel een beer kon zijn. Nee. Ik hoor wat in het bos. Nee. Dat zie je verkeerd, Bonge. Het is een... Iets dichtbij, oma Ruben, want hij focust niet anders. Het is een complete, uitgerekende en beredenerende... Ik ga even wat anders filmen, want die kan ik even niet volhouden. Situatie. Maar zie je, dit bos is behoorlijk donker. Er is helemaal niemand die ons stoort, kan storen. Jij bent een ontzettend lowcase. En ik heb het nog steeds over die beer. Dat ik echt heb beredeneerd van... Kan die beer nou daar op die plek staan? Hey, en dat kon gewoon niet. Je eet de baktaan. Die kerel bovenop die auto zegt dat je vlees aanbakt. Gemieter hier. Geen land mee te bezeilen. Jongens, dag. Oké, kom maar op. Ding. Met een ding. Yo. Yo. Oh, jammer. Je moet niet bukken, dan had je omhoog moeten gaan.